Ik ben Olivier Renaar, projectconsultant voor bijna 5 jaar bij Trifinance, actief binnen de unit van Financial Institutions. En momenteel werken bij de klant BNP Paribas Fortis in Brussel. Voor mij betekent werken in projectmodus telkens nieuwe opdrachten bij nieuwe klanten. Een nieuwe klant wil ook zeggen een andere bedrijfsstructuur met een eigen methodologie of manier van aanpak. Het project waar ik het meeste over praat met mijn vrienden en tot vervelens toe, gaat over data science, wetenschapper in de data. Nu, wat was juist de bedoeling? Bij de klant was het objectief om het belgedrag van kantoren richting de hoofdzetel te laten verminderen. Nu, om zo'n objectief te halen moet je eigenlijk werken vanuit data. Meten is weten. En we zijn gestart met het verzamelen van alle data die relevant was. Na het verzamelen van de data ga je proberen hierin de parameters te zoeken om een wiskundig model te vormen. Met dit model kan je dan berekenen hoeveel een kantoor mag bellen versus hoe vaak ze bellen. Daaruit kan je ranking opmaken. Vormt allemaal een basis voor een dialoog voor opvolging. We hebben het model gelukkig meerdere keren kunnen uitvoeren over meerdere jaren. En dat heeft tot heel veel inzichten geleid, zowel voor de kantoren als voor de grootbank. Het advies dat ik aan mijn mentees meegeef, is dat om te groeien dat je eerst moet durven falen. Uit het falen kan je leren uit de fouten en zo kan je jezelf verbeteren. Als consultant is het belangrijk om niet te lang stil te staan bij problemen, maar eigenlijk oplossingsgericht te denken. Dat is voor mij ook wat het verschil maakt tussen een gewone en een goede consultant. Er zijn heel veel mensen enorm goed in het uitleggen van problemen, maar als je naast de problemen eigenlijk ook al onmiddellijk een actie of een oplossing kan aanreiken, of meerdere liever, dan ben je voor mij net de consultant die added value brengt.